Welkom terug op mijn survival island. We zitten hier lekker veilig in mijn kleine knusse huisje, want het regent buiten en jullie kennen het concept van deze serie. Als je naar buiten gaat en je wordt nat geregend door het water of door de regen, dan is dat natuurlijk giftig en dan moet je zo snel mogelijk dekking zoeken. Dus we blijven ook even lekker binnen. Dus totdat de regen voorbij is, kunnen wij helaas niet op avontuur gaan. Maar dat maakt natuurlijk allemaal niet uit, want wij hebben genoeg taken te doen. Zoals je hier kan zien, zijn er nog een aantal missies die wij moeten behalen voordat wij deze serie goed kunnen afsluiten. En een van die missies is een enchanting table maken. Of enchantment table is het volgens mij. En daar heb je obsidian, diamonds en nog wat voor nodig. Wat heb je er ook weer allemaal voor nodig? En heb ik überhaupt wel obsidian? Ik heb maar één obsidian bij me. Bleh. Ik dacht dat ik wel meer had. Ah, maar zo te zien kan ik ook gewoon mijn bedje induiken. En daardoor houdt het als het goed is ook op met regenen. Dat betekent dat wij gewoon weer, zodra het echt even stopt met regenen, zoals dit, veilig naar buiten kunnen. En wat is het een mooie dag. Laten we even al mijn ores hier verzamelen. Want door die regen zijn er, nou, door die regen, door de tijd dat ik niet naar buiten ben gegaan, zijn er heel wat gespand. Oh mijn god, volgens mij heb ik echt, oh, je wordt zo rijk van al die ores. Niet normaal. Laten we die even allemaal terugstoppen. En dan heb ik meer dan een stack. Oh, emeralds. En ik, wat wilde ik met emeralds ook weer? Volgens mij wilde ik die stack ergens voor gaan gebruiken. Volgens mij was ik aan het sparen voor iets. En dat had met Simon de Villager te maken. Waar spa- Ja, ik dacht misschien dat ik aan het sparen was voor een enchanting table. Maar die kan ik natuurlijk ook gewoon maken. Dat is veel goedkoper. Ik zou niet weten waarom ik die zou moeten ruilen met hem. Ik kan ook heel wat Potion of Water Breeding kan ik kopen. En daardoor gewoon lang onder water ademen. Maar voor nu is dat niet heel belangrijk. Ik wil een keertje daarheen. Ik wil een keertje daarheen, jongens. Ik wil dat End Fortress-achtige gebouw wil ik bezoeken. Dus laten we mijn armor helemaal aandoen. Laten wij meenemen mijn nieuwe alien zwaard. Dan ga ik toch wat van die potions meenemen. Twee gewoon. Nou, eentje is wel genoeg. Stel ik val in het water daar beneden, kan ik altijd nog mezelf. Prima, eentje is genoeg. Ik heb genoeg eten. Ik weet dat hier zelfs nog meer eten in zit. En goud. Waarom heb ik. Ik weet niet meer waarom ik goud nodig had. Een pijlenboog die heel goed is. Alleen die moet ik wel even repareren, zo te zien. Dat kunnen wij doen in deze Enfield. Dan is hij helemaal gerepareerd. Prima. Het is jammer dat ik geen Infinity of zo heb. Waardoor hij gewoon oneindig kan schieten. Dat had dat geweest, hè? Dat had echt wat geweest. Visengeltje neem ik mee. Waarom niet? Heb ik nog pijlen? Volgens mij heb ik geen pijlen meer, hè? Ik heb geen pijlen meer. Maakt niet uit. Dat is geen probleem. Nemen we hout mee, zodat we omhoog kunnen bouwen. Steen mee. En dan is het tijd om die kant op te gaan. Waar is mijn bootje? Waar bevindt mijn. Ah, daar is hij. Het is tijd om op pad te gaan, bootje. We gaan de wijde wereld in. Dat endeiland is een van de weinige eilanden die ik nog niet heb bezocht. Dan hebben we gelijk een mooie uitdaging erbij behaald. En ik ben vergeten die potion te kopen. Oh, wat stom. Ah, maakt niet uit. Maakt niet uit. Geen probleem. Oké, hoe ga ik daar boven komen? Ik denk dat ik dan helemaal vanaf het paddenstoeleiland deze kant op moet gaan bouwen. Ja, ik moet wel. Ik kan hier namelijk niks plaatsen anders. Nou, dan parkeren we maar mijn bootje hier. En dan is het gewoon tijd om te bouwen. Rustig die kant op bouwen. Gewoon een simpel pad. Mooi hoeft het er niet uit te zien. Dat maakt allemaal niet uit natuurlijk. Zolang we maar daarboven komen. Ik besef nu dat ik beter slabs had kunnen bouwen. Dat het toch efficiënter geweest. En dat ik uiteindelijk meer blokken kunnen gebruiken. Want nu ga ik over op hout. En ik zei net dat het er niet mooi uit hoeft te zien. Maar dit is wel heel lelijk. Oeh, aan het donkere water te zien komen we als het goed is in de biome terecht. Kan ik al omhoog? Nee, ik wil denk ik als eerst daarheen. Zo, dan gaan we omhoog bouwen. Het ziet er niet uit. Ik weet het. Het is echt belachelijk lelijk. Maar ja, we moeten toch omhoog zien te komen. Gaan ze als. Oh, mijn god. We gaan over op nog een ander soort hout. Oh god. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ik heb geen zin om. Ik heb geen zin om te vliegen. Oh, oh, oh. Oké, snel die kant op. Snel die kant op. We moeten die shulkerbox pakken. Ah, ga weg. Ik haat shulkers. Kom op, kom op, kom op, kom op. Oh, mijn god. Irritant. Hij blijft schieten. Stop met schieten. Stop met schieten. Naar de overkant. Ja, we zijn er. Oh nee, hij heeft me geraakt. Hij heeft me geraakt. Hij heeft me geraakt. Bouw, 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 bouw. Nee! Bouw, bouw, bouw. Oké, ja, we kunnen niet over naar dit. Top, prima. Top, top, top. Oh mijn god. Nee! Nee, ik ben eronder. Oh mijn god, nee. Dit gaat me dood worden. Hoe lang heb ik? 7 seconden. Oké, als ik deze blijf pakken, kan ik het overleven. Ik moet niet nog een keer geraakt worden. Ik moet niet nog een keer geraakt worden. Ja! Oké, we hebben hem, we hebben hem. We hebben hem. Dus ga dood, ga dood, ga dood, ga dood, ga dood. Ja, oké, dat is 1. Kom, 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 kom. Ja, we hebben ze. Oh, oké. Hoe nu nog die gekke dingen doodmaken hier? Oké. Niks aan. Oh, er is er nog één ergens, of niet? Is er nog één? Waar is die? Waar is die laatste? Waar is die laatste? Zit die. Oh, hij zit hieronder. Hij zit hieronder. We gaan naar beneden hakken. We gaan naar beneden hakken. We gaan naar beneden hakken. Oké. Prima. Hij is hier ergens. Waar ben je? Waar ben je? Zit je er helemaal onder verstopt? Oh, hij heeft me geraakt. Ergens hieronder zit dat laatste beest verstopt. Maar ik kan hem niet vinden. Of zit hij toch hierboven? Waar zit hij? Oh god, het wordt nacht. Laten we eerst even slapen. Oké, waar ben je? Jij monster. Waar zit je? Waar hang je uit?
Ik weet in ieder geval dat de endportal is hier. Ze kunnen binnenkort, als we willen, al gaan proberen om de enderdragon te verslaan. Ik bedoel, zo moeilijk is dat niet, de enderdragon verslaan. En ben ik nou gek of is dat ding verdwenen? Volgens mij is dat ding verdwenen. Oké, prima. We gaan naar de andere eiland. Ik wil in ieder geval loot hebben. Dus laten we hier heel even omhoog bouwen. Ik ga zo meteen al dat hout weghalen, hoor. Het ziet er nu niet uit. Ik weet het. Maar dat komt goed. Oké, wat is het daar? Daar zit sowieso onder dat blok zit een kist. En ik wil heel graag weten wat voor loot erin zit. Wat voor loot zit erin? Zit er een kist? Oh, een spanner? Maar hij spant niks. Een spanner die niks spant. Oké, dat is raar. Dan laten we die maar met rust. Dan gaan we naar... Ja, ga ik dat redden met mijn blokken? Misschien. Dat wordt nog spannend, dit. Het wordt nog spannend of we het gaan redden met onze blokken. Even koeken loeren. Wat zit hier? Hier zit... Oh, we zijn er! Oh mijn god. Oké, daar zit nog een spanner. En daar nog een spanner. Die ga ik lekker met rust laten. Wat bevindt zich hier allemaal in dit fort? Oh ja! Dit is handig, jongens. En obsidian, die kunnen we mooi gebruiken voor mijn nieuwe enchantment table. Dus dat gaan we ook even hakken. En een brewing stand. Met de brewing stand is top, want nu ik die heb... Dan kan ik gewoon mijn... hoe heet die dingen? Mijn potions, die kan ik langer maken. Healing potions heb ik nu, dus ook wel fijn. Oké, dit moet wel genoeg obsidian zijn, zolang deze niet in het water valt. Oké. Oh god, ik hoor weer shulkers. Nee. Oh, ja, uiteindelijk zijn ze chill, want dan kan ik wel een shulkerbox krijgen. Een enderman? Er zit een enderman hier. In principe logisch, maar eigenlijk hoopte ik er niet op. Weet je, we gaan die enderman lekker met rust laten. Een kissy, wat zit erin? Diamonds, heel wat diamonds zelfs. Golden apples, een prismarine shard, suspicious stew en een smithing template weer. Oké, laten we een hele vat spulletjes dumpen, die we niet meer hoeven, zoals die. Ik kom eraan, shulkers, ik ga jullie pakken. Trappetje gemaakt omhoog en dan rennen we snel. Oh mijn god, hij teleporteert voor mijn neus. Ga weg. Ik wil niet vechten. Ik ben hier veilig. Ook trouwens, als die dichtbouw. Ik ben hier op zich veilig, alleen het is heel irritant. Ik heb geen zin om 100 kilometer de lucht in te vliegen. Oké, poging 2. Deze moet dood. Jij moet dood. Oké, hoppakee. Dan gaan we nu dat ding daar die hier op mij afkomen gaan we pakken. Zo, dan rennen we naar de overkant. Oké. En nu gaan we die shulkerboxes pakken. Er hebben zometeen één shulkerbox en volgens mij is dat ook een achievement. Het zijn shulkerspanners. Die gaan we absoluut slopen. Deze beesten moeten dood. Sterf. Spanner, ga weg. Ik wil jou hier niet. Laat me met rust, hoppakee. Dan gaan we hier zo naar de overkant. Nee, trouwens, ik moet wachten. Oh god, dit wordt nog wat. Ik blijf vliegen. Ik had mijn schild mee moeten... Trouwens, ik heb dit ding gewoon. Ik kan ze gewoon... Van een afstandje kan ik ze pakken. Hier. Sterf. Hoppakee, dat is één. En dan jij... Oh mijn god, ik mis. En nu zijn mijn pijlen op. Dit is echt vreselijk. Het is echt vreselijk. Ik kom nooit beneden op deze manier. Het is niet te doen. Ik moet proberen om al die dingen kapot te slaan... zodat ik een keertje naar beneden val. En dat lukt weer niet. Want ik blijf 9 seconden vliegen. Maar elke keer als die dingen me hitten, dan blijf ik weer langer vliegen. Ja, oké, we zijn naar beneden gezakt. Dit is mijn moment. Sterf. Alsjeblieft, sterf. Ja, dat is... Oké, top. Dan die spanner een keertje slopen. En dan jij gaat ook dood. Kom, jij gaat dood. Juist, oké. We hebben even een momentje van rust. Alles in deze ruimte is dood. Nu moeten diegene hierboven nog een keertje dood. Laten we eerst even de kist looten. Dan hebben we diamond horse armor. Ik heb niet eens een paard. En een horse spalnek. Krijg nou wat. Oké, dan gaan we omhoog bouwen. Dit gaat wel eng worden, want er zitten hier heel wat shulkers boven, zoals je kan horen. Als ik nu geraak word, ben ik de klos. Oh nee. Oké, prima. Hoe kom jij daar nou weer? Ik had je net uitgeschakeld. Hij is geteleporteerd. Oké, jij gaat dood. Hoppakee, jij bent dood. Dan die daarboven, dat is die hier. Jij moet dood, dat is eentje. Oké, waar zitten ze nog? In de hoek daar zit er eentje. Dat is deze hier. Jij gaat ook dood. Dan... Zit er daar nog eentje? En volgens mij zitten ze hier om het randje ook nog steeds. Oh mijn god, dit had ik niet open moeten maken. Nee. Oké, ik moet meebouwen. Oh mijn god, ik ben de klos. Ik ben echt de klos. Dit is het einde. Nee, dit is het einde. Ik denk dat ik in het water moet gaan vallen, jongens. Want ik blijf gehit worden. Kijk, dit is toch niet te ontwijken? Hoe wil ik dat ik dit over... Oh mijn god, ik moet in het water gaan vallen. Dat is mijn enige kans. Waar is mijn boot? Die zit daar ergens. Laten we maar die kant op vliegen dan. Die dingen blijven mitten, wat irritant. Oké, dan gaan we. 3, 2, 1. Zo dicht mogelijk bij de brug, Snel omhoog. Oké, we hebben het overleefd. Oh mijn god, komen die er nou nog aan? Nee! Ze volgen me! Of niet? Oh mijn god, die dingen volgen me. Zoek dekking, jongens.
We worden aangevallen. Ze zijn er. Oh jee. Ik ga hieronder schuilen. Hallo? Oké, kom maar. Kom dan. Werden jullie missen? Waar zijn ze? Oké, dat is één hier. Oh, ze hebben de koeien geraakt. Nee, koe, kom terug. Het spijt me. Ik ga 100% ladders maken, want ik ga niet nog een keer omhoog bouwen. En in principe heb ik genoeg hout bij me voor dat soort dingen. Oh mijn god, ik word nog steeds achtervolgd. Ga weg. Maar laten we eerst even naar huis gaan en spulletjes afleveren, want we hebben best wel veel goede dingen bij ons. En het is zonde als we dat allemaal kwijtraken. Dan plaatsen we dit ding gelijk hier. En dan wil ik dat gelijk, voordat we terug gaan, jongens, wil ik dat laten zien. Kijk, wat wij kunnen doen nu, heel mooi. We kunnen naar Simon hier, kunnen we zo'n potion kunnen we kopen. Oh mijn god, ik word nog steeds achtervolgd door dit ding. Ze zijn er nog steeds, kijk dit nou. Oh mijn god, ze achtervolgen me echt de hele wereld over of zo. Laat me eens met rust. Laat mij met rust. Oh, ze hebben mijn bootje geraakt. Dat was hem toch? Dat moet hem wel zijn geweest. Oké, nu hebben wij zo'n potion. Volgens mij, als ik nu redstone daarbij zou doen... Oh, maar dan moet... Ja, ik ga dit ding natuurlijk niet gebruiken, mijn alienzwaard. Ik heb helemaal geen endrots. Ik dacht, anders kan ik namelijk zo doen. En dan kan ik die potion erin doen. En dan met zo'n redstone dingetje erbij. Zoals dit, of zo'n... wat is het? Blazerot. En dan wordt die langer. Dan wordt die volgens mij 8 minuten. Maar ja, dan hebben we blazerots nodig. Kan ik die niet ruilen met mijn mannetjes of zo? Verkopen jullie geen blazerots? Ah, water. Nee, mijn villages doen niks voor... En laten we misschien kijken die de villager daar op dat andere eiland nog. Daar staat namelijk volgens mij de 4e villager. En anders moet ik echt een keertje gewoon naar de nether weer gaan om die blazerots te regelen. Maar het zou wel heel handig kunnen zijn. Hallo meneer de creeper, ga jij eens dood. Ga jij eens dood. Ik heb jou even niet nodig op het moment. Zo, een skeleton, die mag ook wel weer dood. En dan hebben we hier de villager staan. Goed, jij verkoopt wel helemaal random dingen, Arne. Wat heb ik nou aan jouw dingen? Wat hebben we hier nou allemaal weer aan? En ik heb nog een suspicious stoel. Laat ik die gewoon nemen. Ik ben benieuwd wat ik ervan krijg. Ik krijg regeneration. Oh nee. Huh? Ben ik weer geraakt door zo'n ding? Zo'n van de daar? Hoe dan? Hoe achtervolgen die dingen mij zo lang? We zijn inmiddels echt al gewoon 5 minuten verder in het leven. Ik ben nog niet dat er nog meer zijn, toch? Ik ben gewoon nog een keer geraakt door zo'n ding. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Levenslang achtervolgd. Oké, een charmer table gaan we maken. Even kijken. Ik heb hier een diamond. Ik heb hier obsidian. Ik heb hier boekjes. Dan kunnen wij maken een enchantment table. En dat is toch weer een challenge gehaald deze aflevering. Laten we die hiernaast plaatsen. Hoppakee. Ik ben level 30. Alleen ik heb geen boeken. Als in boekenkasten. Ik heb wel boeken, maar ik heb geen boekenkasten. Hey, ik heb nog een suspicious tool. Laten we die ook nemen. Vind ik leuk. Wat krijg ik eruit? Hier krijg ik uit... Oh, weakness. Bleh. Laten we ook een shulkerbox maken. Want die kan ik namelijk ook op het moment maken. Shulkerbox! Oh, ik dacht dat het ook een enchantment was. Ik dacht dat shulkerbox een enchantment was. Laat maar. Ik bedoel een advancement. Sorry. Oké, we hebben alles hierboven gecomplete. Nu hoeven we alleen nog wat creepers te vermoorden. Nog wat spinnetjes. Oh, die spinnen kunnen we halen. Daarvoor moet ik even een zwaard meenemen met smite. Ik weet dat ik die hier ergens heb liggen. Oh, hier, kijk. Een zwaard met smite. Prima. Dan nemen we een schild mee. Zo. Die had ik sowieso mee... Auw, mee moeten nemen. Regent het nou weer? Gadverdamme. 2 keer regen in 1 aflevering. Weet je, ik heb geen zin om op die regen te wachten, jongens. Ik heb gewoon een potion gemaakt. We hebben nu toch genoeg emeralds om dit soort gekke dingen te doen. Laten we die potion ook gewoon nemen. Zo. Hoppakee, dan gaan we snel naar boven. Dan kunnen we tegen de regen. Dat is het voordeel van die potion. Stappen we even op dit bootje hier. En gaan we even snel naar dat eiland. Omdat ik die spinnen challenge, die wil ik ook nog een keer halen. En ik weet dat hier een spinnenspanner zit. Dus hier kunnen we net zo lang doorgaan tot we die challenge behaald hebben. Vandaar dat ik ook mijn schild heb meegenomen. Oké, dan zijn we... Oh, hier regent het ook niet, omdat dit een andere biome is. Dat is echt top. Dat is echt heel top. Oké, ik heb het zwaard ook meegenomen voor meerdere redenen. Ook namelijk, zodat ik hier de spinnenwebjes even kan slopen. Zo. Kom maar door. Hoppakee, we slopen al die spinnenwebjes hier. Wat is hier allemaal nog meer? Kijk, daar komen de spinnen aan, hè. Daar komen ze, jongens. Doe deze even in mijn tweede hand, zodat ik wat licht heb. Kom maar hier, spinnetje. Kom maar hier. Kom maar. Jij gaat dood. Dat is 1. Vraag me af of deze spinnen ook tellen, omdat dit toch... Hé, er zit een kist daar. Er is een kist loot. Ik hou van loot. Ik vraag me af of deze spinnen alleen ook meetellen, omdat dit van die dingen spinnen zijn, van die andere. Het zijn van die giftige spinnetjes. Oké, jij gaat ook dood. Zal wel sterven. Hoppakee. Zo, dan wat zit hier allemaal? Oh, een... Au. Ga weg. Au. Sterf. Waarom ben ik zo slecht? Oké, een gold generator. Brown terracotta, wat heb ik eraan? Melon seeds, oké. En een ancient pickaxe. Efficiëntie 3, unbreaking 5. From ancient Rome. Dus hij is van het oude Rome. Hoe snel is die? Oké, dat valt op zich wel mee. Kom maar, spinnetjes. Ik ben helemaal klaar voor jullie. Ik ben niet zo klaar voor jullie. Wacht, kom maar. Zo. Oké, ik kan zien dat ik 12 spinnen al heb vermoord. En dus ik ga even kijken of deze daadwerkelijk optellen ook. Kom maar, spinnen. Nu ben ik echt klaar. Nu heb ik mijn alienzwaard in mijn handen. Het alienzwaard is het beste zwaard dat ik heb. Gaan jullie afmaken, zodra jullie spannen.
Oké, dan vermoorden we deze eventjes hier. En dan kunnen we kijken. Ze tellen niet op. Deze tellen niet eens. Gadverdamme, het is allemaal voor niks. Weg hier. Bleh. En mijn potion is ook bijna op. Dus als we snel zijn, redden we het naar ons huis. Oh god, dit wordt heel spannend. Oeh, dit wordt heel spannend. Hoe lang heb ik nog? 12 seconden. Oh, dat red ik makkelijk. Zo, hoppakee. We hebben het gered. Dan kunnen we zelfs nog naar de voordeur lopen. 3 seconden. Moet ik wel opschieten. Want als het goed is, als ze dan op een gegeven moment... Juist, kijk, dan is de potion uitgewekt en dan kan ik niet meer tegen de regen. Goed, dan gaan we even een nieuwe potion maken. Moet ik wel heel snel door de regen rennen in de hoop dat ik niet dood ga. Oh jee. Oh, dit wordt nog spannend. Simon, ik heb een potion nodig. Oh mijn god, ik heb al... Nee, al mijn emeralds opgemaakt. Nee, wat zonde. Oké, we kunnen in ieder geval tegen... Hallo. Ik heb de potion genomen, hè. Zo, dan gaan we snel met de potion en al gaan wij eventjes naar... Als het goed is, was het deze grot hier. Want hier spannen volgens mij ook wel eens spinnen. Laten we even kijken of we die... Oh mijn god, een trident. Dat deed heel veel pijn. Oh, een trident is ook een missie die ik moet halen, jongens. Ja, wacht. Waar ben je, trident? Waar kwam jij vandaan? Daar, kom maar. Kom. Ik wil heel graag die trident hebben. Hebben we hem? Is hij gedropt? Nee, hij is niet gedropt. Nee, oh, wat zonde. Er staat wel looting 2 op. Dit is wel de beste manier om het... Wacht, we gaan gewoon zoeken naar een trident, jongens. Waarschijnlijk. Ik doe al 100 dingen tegelijk. Ik weet dat ik ook die spins zou doen. Maar als we een trident kunnen krijgen, dat is namelijk wel echt een onmogelijke missie. Maar stel dat gaat lukken. Oh. En er spannen genoeg van die drowners. Oh mijn god, deze guy was ik helemaal vergeten. Dit is de baas die ik heb... Dit is een van de bazen die ik heb proberen te verslaan in een paar afleveringen geleden, jongens. Hallo, meneer. Jij bent echt heel moeilijk om te verslaan, weet je dat? Dus ik laat je ook gewoon maar met rust. Ik ga jou ook gewoon niet proberen te verslaan. Je stikt er maar in. Trident! Hallo, is er iemand met een trident? Nee, maar jij hebt wel zo'n schelpje in je handen. Die wil ik ook wel, zo'n schelpje. Kom maar. Schelpjes zijn ook welkom. Zo, die wil ik ook wel hebben. Er zou een drowner met een trident zou heel leuk zijn. Zou ik heel leuk vinden. Alleen ik denk niet dat hij zo 1, 2, 3 gaat spawnen. Dus laten we toch maar heel even die vissenmissie doen zodra mijn potion op is. En dan kijken we later wel een keertje. Dan houden we die potions altijd bij me voor als ik weer een drowner met een trident tegenkom. Want zoals jullie kunnen zien is dat ook een missie. Een trident krijgen. Oké, ik heb nog ongeveer 20 seconden voordat mijn waterpotion officieel uit is gewerkt. Dus laten we maar naar boven gaan hier. 1, 2, dan even deze creeper hier. Vermoorden. Oké, die ontploft. En dan gaan we even slapen, zodat het gewoon stopt met regenen. Inmiddels is het nacht, dus dan kunnen wij dat doen. Oh, nee! Oh mijn god, wat irritant. Ga jij dood hier? Sterf. Oh mijn god, water is giftig natuurlijk. Slapen. Waar komen al die creepers vandaan? Ik ga dood. Het is ongelooflijk. Oh nee. Ik heb weinig hartjes. We moeten hier naar beneden springen. We moeten wel. Nee, een skeleton! Nee! Oh, dat scheelde echt niks. Oh mijn god, dat scheelde niks. Ik ben mijn bed ook echt boven kwijt nu. Oké. Maar ik zie wel een spinnetje. Dat is waarvoor ik gekomen ben. Kom maar hier, spin. Dat is 1 pijltje. Oh, je bent ook gewoon gelijk dood. Is er nog een spin? Oh mijn god, al die creepers. Spinnetjes, ik kom voor jullie, hè. Je hoeft niet verlegen te zijn. Moet ik ook nog niet... Wacht. Ik moet ook nog creepers vermoorden. En ik heb al 11 creepers. Dat betekent nog 4 creepers doodmaken. En nog 2 spinnetjes. Dus laat ik even kijken of ik die creeper daar bijvoorbeeld gewoon zo kan pakken. Oké, dan zijn mijn pijlen op. Dan hopen we dat het vuur hem doodt. Kom op, vuur, dood hem. Nee, het heeft het niet gedaan. Oké, dit kan ik wel doen. Die creepers kan ik wel vermoorden. Als we even voorzichtig en goed spelen. Moeten we zorgen dat die skeletons het niet verpesten. Kijk, dat kunnen we. Zo, dat is eentje. Dit kunnen we slim doen. Dit ook, kom maar. Oh nee, dat telt volgens mij niet. Nee, ze ontploffen. Ik vind dat het de skeletons schuld is. En skeletons en zombies boeien me niet, dus we gaan weer omhoog. Regent het nog? Nee, het regent niet meer. Top. Oké, laten we naar boven gaan. Weg hier. Gadverdamme. 100 dingen tegelijk ben ik aan het doen deze aflevering. Creepers. Oh mijn god. Oké, jou moet ik vermoorden. Niet ontploffen. Oké, goed zo. Waarom is het zo ingewikkeld allemaal? Niet ontploffen. Nee. Dat telt het niet. Ze moeten doodgaan doordat ik ze dood maak. Niet omdat ze ontploffen. Oké, jij bent de makkelijke prooi, denk ik. Zo. Volgens mij moet ik nog maar 1 creeper vermoorden. Dan heb ik hem. En ik zie dat jij de perfecte kandidaat bent. Kom maar hier, jongeman. Perfecte kandidaat. Dus 1. Boom. En dan laatste klappie. Boom, hoppakee. De Green Creep heet de uitdaging ook echt. Wat een naam. Nu ga ik direct slapen. Want ik wil niet meer dat het nacht is. Gadverdamme. Wat een avontuur. Ik hoef ook nog maar 2 spinnen. Oh, een spinnetje. Wat toevallig. Kom maar hier. Jij bent de ene laatste. 1.
2, hoppakee, nog 1 spinnetje. Laten we even kijken of die toevallig hier beneden zit. Misschien is hij hier namelijk gespand, hier beneden. Zombie, weet jij of er een ding is? Hier is een spinnetje. Oh nee. Ik haat skeletons. Met heel mijn hart en ziel. De meest vervelende mobs in Minecraft. Nog vervelender dan creepers, jongens, zijn skeletons. Oké, er is nergens een spinnetje te zien. Prima, die komen we wel een keertje toevallig tegen. Oké, ik weet dat ik ook nog niet dat eiland daar waar ik net was, dat enteiland helemaal heb geloot. Maar dat komt ook nog wel. Doen we binnenkort nog wel een keertje. Deze aflevering ben ik te veel dingen door elkaar heen gaan doen. Ik had te veel missies ineens gewoon. Dat was niet heel handig allemaal voor mij. Maar soms moet je dat soort dingen gewoon even doen. Soms is dat gewoon even essentieel. Maar voor nu vind ik het alweer mooi geweest. We hebben uiteindelijk veel gedaan. We zijn naar de enteiland geweest. We hebben creepers vermoord. We hebben spinnen vermoord. We hebben onder water gezwommen. Weet ik wat allemaal. Maar ik vond het een leuke aflevering. Een beetje chaotisch. Volgende aflevering ga ik wel zorgen dat ik een iets duidelijker doel voor mezelf heb. Vond je het nou zo'n leuke video? Kijk dan even lekker deze video. Dit is namelijk ook een hele leuke video. Als je geabonneerd bent en je hebt gelijk op deze video, heb je toestemming van mij om deze video te kijken. En nu spreek je later glaasje water, tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Oh.